Het Groesbeekse voetbal zit in een behoorlijke dip. Waar het jaren geleden floreerde in hoofdklasse elftallen, rest nu voor een groot deel kobber en kwel. De met Achilles gedegeneerde trainer Arno Arts is heel duidelijk. Nee, het is niet best. Het is niet het meest succesvolle seizoen van alle clubs hier. Ja, en je moet ook eerlijk zijn. Het Groesbeekse voetbal ligt ook een beetje op zijn gat. Hij is op sterven na dood. Nou ja, ik denk Achilles, ja, dat is bekend. BV failliet. De club weet op dit moment niet hoe het verder gaat. En uh, ja, Treffers eigenlijk een... Uh... Uh, ten nauwe noot erin gebleven. Uh, na hard werken. Uh, Germania gedegradeerd, dat ik me niet vergis. Uh, Groesbeekse Boys volgens mij ook na competitie. Uh, Davies Geestert volgens mij on onderin. Ja, en rood werd volgens mij een kleurloos seizoen in de middenmoot. Ik gooi alles op één hoop en maak er één FC Groesbeek van. Want ik zie ook zelf nu, uh, nu dat ik trainer van Achilles 29 deze drie maanden ben geworden, dat clubs als Rijnsburg, uh, Hardenberg. Dat ongeveer hetzelfde inwoneraantal heeft als Groesbeek. Ja, dat, dat die wel, eh, ja, daar is het bommetje vol, maar hebben we maar één club. En daar, ja, daar zie je mensen komen, noem alles maar op. Daar zie je supporters, dat, dat puilt uit. Businessclubs puilen uit daar. Ja, en zie, je ziet hier eigenlijk toeschouwersaantallen, dat gaat uh, naar beneden. Uh, ja, het, het vergrijst. Uh, het, uh, door, ik denk dat het Groesbeek ook dan toe is een nieuwe impuls. Ik vergelijk Groesbeek altijd met, met Volendam. Ik, ik, Groesbeek is een prachtig dorp. Hè? Volendam, uh, Groesbeek is ook muziek en, en voetbal. En, uh, alleen het nadeel bij, deze, bij dit dorp is... Je moet ook samenwerken. Hè? Je moet elkaar licht in de ogen gunnen. Ik denk ook niet als je één FC Groesbeek zou hebben... Dat het een probleem is wat betreft voetballers. Die komen toch van heen en verre. Ik denk dat vooral het probleem is... Het samenwerken met elkaar. Het elkaar iets gunnen. En wie gaat het ook runnen. Dus ja, we kunnen... Ja, als je, het, je kan het wel invullen een beetje. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Ik denk, dan halen we de twee B's uit van de NIC, die halen we weg. Hè? Je hebt boekhorend, Bongers en de Broeders Bonds. Nou, we halen twee beetjes weg hier, hier naartoe. En, dan, uh, en dan, dan, dan genereren we wat geld. Nou, dan maken we Jan Peters, technisch directeur. Dan gaan we Henk Grim, die doet al in scouting. Nou, Frans Jansen zetten we naast mij. En Frank Weinover wordt team manager. Nou, dan ben je al helemaal niet op weg. Maar ik zie het, als ik heel eerlijk ben, ik zie het er niet van komen. Want dan moet je dingen loslaten. En, en, maar het is in mijn ogen onvermijdelijk dat dadelijk ploegens samengaan. Dat er fusies komen. Ik geloof dat en Germania gaan nu al met de jeugd samen. Je zult dadelijk toch iets moeten doen. En wil je, uh, wil jij, heb je de ambitie om hoog te spelen? Uh, dan, dan kun je in de tweede divisie die clubs uit de bollenstreek En uh, die kun je dan partij geven als je daar één FC Cruise van zou maken.